wat onwijs leuk dat je kijkt naar nieuwe Super Mario met Ivar. Dat is de game die we spelen. Dames en heren, we gaan een level uitspelen. Dat is wat wij gaan doen. We hebben daarna... We hebben namelijk in dit level... hebben wij alle normale, reguliere sterren gehaald. Maar het wordt tijd om die extra ster te krijgen. Die ster die je krijgt bij het verzamelen van 100 muntjes. Gaan jullie mee? Ja, en anders klik je toch lekker weg. Tadup, tap, tadup, tap. Zo, nou, tijd om 100 muntjes te scoren. Simpel as fuck. Simpel als wat eigenlijk. Fuck is natuurlijk een stout woord. Dan gaan we eens kijken, zitten hier muntjes in? Hè? Nou, daar zitten er wel 3. We zijn op dreef, jongens. Kijk eens hoe snel we gaan. Zit hier wat in? Volgens mij zit hier niks in. Nee, zie je wel, bitches. Daar hebben we hier een kleintje, maar die moet tegen een platte muur kapot. Als ik hem tegen die schuine muur doe, gebeurt er niks. Ga mij niet aanvallen, kleine... Ja, muntjes. Jullie gaan allemaal zo snel. Waar is die andere naartoe? Hallo. We hebben er al 6. Nou, al die motherfuckertjes hebben er natuurlijk ook 1. Als je ze doodmaakt. Dus die pakken we ook even. Hallo, motherfucker. Nou, zeg. Allemaal capriolen uithalen. Ja. En hieronder ook. Ja. Petje heb ik niet nodig. Als we alle bommetjes even laten ontploffen, krijgen we er ook. Komt u maar achter mij aan. Hé, hey, jij daar. Wil jij samen mijn kont ruiken? Kom hier. Bam. Brian, geef me je munt. Geef mij nu je munt. Ik geef je er explosies voor terug. Geef mij nu je munt. En dan heb ik het niet over munt thee. Jij ook nog. Kom hier. Hé, hey, jij daar. Wukkel. Kom hier. Oh, je brandt al. Goed, kom maar. Amplafie. Jee, we hebben er al 17. Wat gaan we toch snel. Die zijn nu allemaal terug natuurlijk. Die komen gewoon weer terug. Maar die dragen nu geen muntje meer bij hun mee. Dus we should not bother. Bla 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 bla. Nou, dan gaan we deze motherfuckers doden. Kom maar hoor, motherfuckers. Nou weet ik dat dat stomme beest hier draagt er ook een met hem mee. Dus die moeten we ook doden. We gaan een schildpad doden. Kan ons het schelen. Godverdomme. Kom hier, kleine motherfucker. Moeten we als eerst op zijn dingen gaan staan. En dan moeten we hem daarmee doodmaken. Het is toch erg, hè? Bam! Kom hier. Dank u. Waar ben ik? Waar de fuck ben ik? Oh, daar. Muntje! Kan ik hier afspringen? Oh, dat ging makkelijk. Als eerst wil ik je rode muntjes. En daarna wil ik hier af. Dit kan sneller. Ja, kom dan hier. Ik had jou ook doodgemaakt zonder. Oh, ja, en jij mij. Gezellig. Rap, tap, tap. Jullie hebben nog een muntje voor mij, hè? Komt u maar. Oh, doe eens lief. Doe eens lief, zei ik. Doof. Muntjes. En een leven. Laat ik hem toch maar pakken. Hier in de kelder ligt er ook één. Ik noem dit even de kelder. En een bom. En een munt. Laat me met rust. Nee, jij hebt geen muntje meer. Ik heb niks van jou. Waar is de muntje van die? Dank u. 44 muntjes. Nou, dit is op zich duurt wel wat langer dan dat vorige level om daar de 100 muntjes te halen. Maar dat is niet erg. We genieten van de reis. Dan gaan we deze even halen. Yay, jippie mij. Oké, wat we nou eigenlijk zouden moeten doen is zorgen dat we even alle muntjes uit de lucht hebben. Het probleem namelijk is als je alle 100 muntjes hebt, dan krijg je de ster op de plek waar je het 100ste muntje haalt. En als het in de lucht is, vlieg je er meteen langs. Waarom ga je niet achter mij aan? Ben jij lief? Oh, ik dacht wel. Dus dat is niet zo handig als ik het 100ste muntje in de lucht ga halen. Want dan moet ik daarna maar nog vliegen om die ster te halen. En dan is de kans dat je weer overlijdt, pijnlijke dood, is dan natuurlijk stukken groter. Dus we moeten eigenlijk eerst even de lucht in. Kan dit? Kan ik hier overheen? Ja, maar het doet wel pijn. Jullie heb ik niks meer aan. Toedeloe! Wauw! Ik had niet verwacht dat dat zou lukken.
Nee, nee, nee. Godverdieves. Ik moet eerst muntjes. Ik moet eerst mijn petje hebben. Potverdorie. Pak ik deze muntjes alvast. 54 hoor, zijn al over de helft. Super easy. Ga ik het hier natuurlijk weer verpesten. Zie je? Ik wist dat dat zou gebeuren. Wat bij het gokken, motherfucking kutspel. Oh, mijn leven. Pam pam, prap pam 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 jiram. Babadibidi boom ti bim bam. Nou, zegevlier. Petje. Meer muntjes heb ik nodig. Geef mij alles. Geef mij alles. Muntjes. Ik ga door tot ik val hoor. 70. Ik wil meer. Oh, dit vliegen is best moeilijk hoor. Jullie denken, wat is het toch een faalhaas? Maar het vliegen is super moeilijk. Yippie. Daar hou ik van. Oké, we gaan weer landen, Ha, we hebben 69 muntjes. Dirty mind. Even uitkijken dat we ze ook weer niet allemaal halen in de lucht. Want dan hebben we misschien al 100. Wauw, dit vliegen is lastig. Dan ik had verwacht. Kan ik ook remmen? Oh, waar ga ik nou weer naartoe? Oh, ik ben zo dichtbij. Ik ben te dichtbij. Ik kan het amper zien. Ik kan niet zien waar ik ben. Oh, daar dus. Oh, nieuw petje. Ik zie hier echt iemand rammen op die piano. En als je een ster haalt die je al hebt gehaald, dus die blauwe kan je wel halen, maar dat telt natuurlijk niet mee. We moeten dit even goed uitmeten, maar ik wil die andere muntjes. Oké, we hebben er nu 80, moeten er nog 20? De vraag is, halen we er nog 20 op de vaste grond? Ik kan niet eens fatsoenlijk vliegen, want ik zie niet waar ik godverdomme ben. Ja, daar zijn nog muntjes. Ah, pak ze dan, Lou! Ja! Wauw, wel één, dank je. Dank je voor het vertrouwen. Vlieg nou als een mongool. Ik bedoel, dat doe je. Vlieg nou normaal. Het petje gaat zo uitwerken. Dan gaat hij knipperen en dan val ik op de grond. Tijd om te landen. Het is moeilijk hoor. Super moeilijk. Moet er dus nu nog 15. Ik ben bang dat ik ze gewoon niet allemaal in de lucht ga vinden. Dat is een beetje het probleem. Ik bedoel, vinden dat ik ze niet allemaal in de lucht ga krijgen. Te pakken ze niet te krijgen, omdat besturing een beetje vervelend is om te vliegen. Wow, wat doe je nou? Mario, fucking cool. Ik wil kunnen kijken. En die muntjes verschijnen ook pas als ik in de buurt ben, hè? Dat slaat er helemaal nergens op. Het is tijd om te landen, ik ben er klaar mee. Zie je, dat zijn nog eens stunts, verdomme. Ik moet dat muntje hebben. Geef mij nu je munt. Oké, die zijn allebei 2, dus dat is 4. Dus daar heb ik het nog niet. Is hier nog ergens muntjes in de buurt? Alsjeblieft. I need your munt. Ja, tyfus op met je bommetje. Hoeveel zitten er hierin? Wauw, wel 3. Wie het klein niet eert hiervoor, wie het klein niet eert. Kom nou hier! 91, oké. Waar kan ik er nog vinden? Ik heb ook nog niet alle rode. Waar is die laatste rode? Zijn er nog gewoon... Ik moet nog gewone muntjes hebben. Nu niet doodgaan. Ik zie nu niks. Wat is dit voor tyfusbesturing? Ik moet het toch nog een keertje in de lucht dan. Oh, en ik ga ook zo dood. Dit is niet goed. Spannend hè jongens, super spannend. Ik vind het wel super spannend hoor. Ik vind het oprecht spannend. Ja, oké. Okay. Het zijn er 2. Ik moet er echt nog een paar. Kom op nou! Ja! En landen! Nu kunnen we landen! Nu is het goed! Nee, nu is het niet goed. Nee, ik krijg 2. Ik moet er nog 1. Ik moet er nog 1 uit de lucht hebben. Oh, je zal zien dat dit helemaal uitloopt op een catastrofe. Vertrouw op jezelf. Die sowieso. Ja, goed land. Nee, dit is het. En nu zo snel mogelijk naar daar. Come on.
You can do it, you bitch. Dan pak ik jou. En dan moet ik alleen nog die. Oh my god! Ah, snel, snel. Oh, nog een. Nee, die moet ik nu niet pakken. Oh, twee sterren tegelijk. Oh, welke zou ik toch kiezen? Here we go! Yay! Yay! Exit level. Dames en heren, het was lastig, maar we hebben het gehaald. We hebben op dit moment 15 sterren in totaal. En de volgende aflevering gaan wij naar het sneeuwlevel met allemaal nieuwe dingen. Super spannend. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. Vond je hem leuk? Vergeet dan even een duimpje achter te laten, reactie achter te laten. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer terug bij een nieuwe Super Mario. Ik wil weer Harry Potter zeggen. Super Mario met Ivar. Tot de volgende keer.